eerste fase 2 woningen van het woningbouwproject Huurlingse Dam en Wiegen worden deze maand opgeleverd. Momenteel wordt er nog flink gebouwd aan de 231 grondgebonden woningen van het project. Ook heeft de gemeente alle omgevingsvergunningen voor de bouw verleend, op enkele particuliere aanvragen na van vrije kavelbouwers. Dat meldt het Wiegens College van Burgemeester en Wethouders donderdag in een informatienota aan de gemeenteraad, waarin de stand van zaken van het project wordt toegelicht.